Samen ondernemen, samen groeien. VOCA Webinar. Goedemorgen en welkom op ons webinar over het capaciteitsremuneratiemechanisme. Dat is een mondvol, dus ik ga vanaf nu spreken over CRM, als jullie dat goed vinden. We organiseren dit webinar vandaag samen met Elia. Ik zit hier aan tafel met Nicola Koelman. Nicola, welkom. Welkom. Mijn naam is Yannick van den Broek. Ik ben adviseur Energie en Klimaat bij VOCA en wij zullen vandaag dit webinar vormgeven. Ik loop even samen met jullie door de agenda van vandaag. Ik zal een korte intro verzorgen over het CRM. En nadien zal Nicola jullie daar alles over vertellen en in het bijzonder wat CRM voor uw bedrijf kan betekenen. Uiteraard voorzien we tot slot ook nog de nodige tijd voor Q&A. De vragen zullen we vandaag op een schriftelijke manier doen, dus u kan uw vragen in de chat typen en dan zullen wij op het einde van de webinar daarop terugkomen. Dus u kan daar eigenlijk nu al mee beginnen en u kan dat doorheen heel het webinar doen. Zo, CRM, u heeft er ongetwijfeld al van gehoord, maar ik ga even opfrissen wat het nu weer concreet betekent. CRM werd eigenlijk in 2019 wetmatig ingevoerd om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te garanderen. U kent allemaal de situatie waarin we zitten met de nucleaire uitstap, wat wil zeggen dat er heel veel capaciteit moet ingevuld worden de komende jaren. En CRM moet dat in de praktijk brengen. Tegelijkertijd wordt ingezet op bevoorradingszekerheid, maar wordt ook de energietransitie gestimuleerd. In principe gaat men uit van technologie-neutraliteit om de ontbrekende capaciteit in te vullen, maar tegelijkertijd wil men ook een push naar hernieuwbare energie inzetten. Maar dus alle technologieën komen in aanmerking om de ontbrekende capaciteit de komende jaren in te vullen. Een aantal principes waar CRM op gebouwd is. Men werkt met veilingen. Dat wil zeggen dat er elk jaar een veiling zal zijn om de nodige capaciteit in te vullen. En dat is nu gepland tot 2028 om eigenlijk op jaarbasis de nodige capaciteit te voorzien. Het principe werkt marktbreed, wat eigenlijk wil zeggen dat alle huidige en alle toekomstige capaciteit in aanmerking kan komen om de bevoorradingszekerheid te garanderen. De instap is 1 megawatt om te beginnen, wat wil zeggen dat dat een relatief bescheiden capaciteit is. We komen hier straks ook nog in detail op terug, want dit is ook zeer interessant voor bedrijven om hier mee op de kaart te springen. En eigenlijk alle technologieën die kunnen bijdragen aan productie van elektriciteit, de opslag en het vraagbeheer komen in aanmerking voor het mechanisme. En tot slot, u zal een subsidie kunnen krijgen als u kan bijdragen aan de bevoorradingszekerheid, maar men werkt wel met een terugbetalingsverplichting. Dat wil zeggen dat als de prijs over een bepaalde hoogte gaat, dat er ook een terugvloeieffect naar de overheid zal zijn. Zo, dit was heel kort mijn introductie van het CRM-mechanisme. Ik geef nu heel graag het woord aan Nicola. Bedankt, Yannick. Dus, aangenaam, Nicola Koelman. Ik werk bij Elia vooral 5 jaar. Ik ben actief in het energiesector vooral 16 jaar bij producent, leverancier. Ik heb voor de meeste bij Elia gewerkt op bevoorradingszekerheid en flexibiliteit producten voor onze klanten en op Belgisch niveau. Dus ons doel vandaag de dag is een uitleg te geven van jullie potentiële inflexibiliteit en wat kan en wat kan niet in het capaciteitsvergoedingmechanisme. Dus het is een ondersteuningsmechanisme, zoals u zei. We kunnen zeker in detail. Ik ben ook de SPOC, de contactpersoon voor iedere marktpartij die heeft een interesse. Dus u kunt zeker ons rechtstreeks contacteren. Een e-mailadres zal later gegeven worden. En dus voor iedere vraag of interesse of sommige verplichtingen kan ik uw contactpersoon worden. Dus bedankt eerst voor de uitnodiging. Het is altijd belangrijk om te praten van flexibiliteit, energietransitie. Dus Elia wil het faciliteren. Het is echt een rol van ons ook om een oplossing voor jullie leden te vinden qua flexibiliteit, potentiële opbrengst. En dus de eerste vraag is, wat is flexibiliteit? Dus eerst en vooral aan de linkerkant van de slide, we zien dat uw afname op ons netwerk, of op Fluvius-netwerk, op DNB-netwerk, distributienetbeheerder,
is een aantal gegevens. We hebben niet per se alle details van jullie consumptie. Voor sommigen zijn er een aantal submetering geplaatst op procesniveau of productie, lokale productie, maar voor sommigen niet. Dus de eerste vraag dat we moeten onszelf stellen is, wat zijn de achterliggende flexibiliteit? En dus we moeten eerst identificeren de verschillende processen en hun eigen, zal ik zeggen, toegevoegde waarde aan de flexibiliteit op ons netwerk of op bevoorradingszekerheid van ons land. En dus er zijn twee grote typen flexibiliteit. Hein. De eerste die zitten bij uw afname puur consumptieniveau, dus verschillende processen, hein, ik weet niet, een frigorifische procedure, verschillende dingen die kunnen een grote afname nemen. En er zijn een aantal productie en vandaag meer en meer opslagcapaciteit op jullie site. En dus we moeten een filter van dat eerst en identificeren de welke megawatt kunnen in aanmerking komen, de megawatt worden in de toekomst. Het is zeker geldig voor de huidige procedure, enfin de huidige proces en productieeenheden, maar ook voor de toekomstige. Dus de CRM, capaciteitsondersteuningsmechanisme, is voor de bestaande eenheden, maar ook de toekomstige. Dat is even de bedoeling dat de bevoorradingszekerheid is gebouwd op basis van de combinatie van de twee. We hebben een ontbrekend volume, hein, zoals u zei, dus het moet niet enkel per se met de huidige capaciteit komen, maar ook van toekomstige. En dus, wat is opnieuw flexibiliteit? Megawatt die zijn flexibel op prijs. En dus, wat is een flexibiliteit op prijs? Het is iemand die kan reageren, moduleren, met een bepaalde termijn, zijn afname of productie op een bepaalde prijs, hoger of lager. We hadden een uitstekend weekend gehad, het was een mooie weer en uiteraard de zonneproductie was kei goed. Dus zonneproductie heeft een invloed op de prijsniveau, dus de klant kan misschien een opportuniteit vinden om meer te consumeren tijdens zo'n stroom lage prijs. En dus, daarom zal ik op zo'n slide in kaart brengen de vandaag de techmogelijkheden om een opbrengst te krijgen van zo'n geïdentificeerd megawatt, industrieel proces of lokale productie of opslagcapaciteit. De eerste zijn de gewone, de blauwe zijn van toepassing voor jaren. Dus de spot market revenues en de balancing services van Elia. En dus, u had al deelgenomen in zo'n product om uw aantal megawatt flexibel te maken voor ons netwerk of voor de DWET-markt of intraday-markt. En dus, het heeft een waarde. Een aantal megawatt hebben een grote waarde in zo'n markt vandaag. En er is een intentie met een CRM om een extra ondersteuning voor zo'nzelfde megawatt, die zijn niet extra megawatt te vinden, die echt dezelfde megawatt die kunnen gevaloriseerd worden in de DWET en intraday-markt of op ons netwerk services, een extra ondersteuning te geven. Dus dat is geen subsidie, dat is een ondersteuning meer dan een subsidie. En dus het heeft een doel, hein, dus 4 jaar op voorhand of 1 jaar op voorhand een signaal te geven aan de afname consumenten of producenten om een investering of tenminste een flexibele megawatt te houden voor de toekomst. En dat is de oranje paard, het oranje stuk van mijn slide. En dus ik wil echt herhalen, dat is echt dezelfde megawatt dat kan de beide opbrengst krijgen. U moet niet per se beschermen een aantal megawatt voor de CRM. Dat is geen strategische reserve. Dat is echt een ondersteuning in extra voor jullie megawatt. Dus ik zal terugkomen en een zoom maken op de spotmarkt opbrengst. Voordat ik ga in detail voor het CRM, wil ik herhalen wat zijn de DWET potentiële opbrengst dat jullie kunnen vandaag de dag krijgen. Het is mogelijk om een aantal opbrengst te krijgen in verband met prijsreactie. En dus stel dat jullie hebben vandaag een commoditeitscontract met een leverancier voor de welk er is zo'n mogelijkheden om een DOE-exposure te vinden, dus dat jullie prijs
zijn beïnvloed door de wet marktprijzen. Er is een toegevoegde waarde om te, zal ik zeggen, spelen met je profiel. En voor iedere uur, stel dat we nemen de uur 17, dus 5 uur in de namiddag, u kunt misschien een kleine flexibiliteit omhoog of naar beneden vinden. En dus bijvoorbeeld iemand die is aan te consumeren om 17 uur, kan van 25 megawatt naar 20 megawatt misschien gaan. Er is al een verschuiving van zijn consumptie in tijd, omdat de prijzen waren ongelooflijk hoog, aan 800 euro. En dus u zult zelf bepalen aan de welke prijs u zult, zal ik zeggen, zo'n rol spelen. En als het is 700 euro, het heeft geen zin voor u, maar vanaf het moment dat het is bovenop de 800 euro, u zult een opbrengst krijgen. Enfin, een daling van uw factuur, min of meer. Voor hetzelfde uur, het is mogelijk om een extra strategie te vinden om meer te consumeren indien de prijs, die zijn nog niet gepubliceerd, hè? Dus u zult zelf kiezen op voorhand uw strategie en meer te consumeren indien de prijzen zijn lager. Bijvoorbeeld als de prijs lager dan de 30 euro per megawattuur zijn, u zult minder consumeren. Dat is uw beperkingen. En u zult het modelleren in een prijsstrategie met uw leverancier. Hoe zal het werken? Dagelijkse communicatie met uurlijks prijsreactie, dus de dag voor. Dat is echt ons bericht. In de ochtend, de dag voor, zult u zelf bepalen wat zijn uw prijs. U kunt voor de ganse maanden een prijs bepalen, maar u kunt het ook per uur aanpassen de dag voor. En er is echt een win-win te vinden hier. Hein? Dus er is een dagelijkse communicatie. En ja, het heeft een invloed op ons netwerk. Het heeft een positief invloed. Vanaf het moment dat een prijs is hoog, het betekent dat er is een situatie in de welk we gaan in een bevoorradingszekerheid problematisch moment. Indien de prijzen laag, het is zeker positief voor jullie om te consumeren, maar het is ook een risico voor ons netwerk. Het betekent dat er is te veel stroom aan een bepaald moment, te laag of negatief. Hein? U weet het wel ook, dat de prijzen kunnen negatief worden. En dus dat zullen wij ook meer en meer zien met hernieuwbare energie die zullen produceren tijdens bijvoorbeeld zomerweekends. Het is een risico, maar ook een opportuniteit voor jullie. En dat is belangrijk. Het kan ook zijn dat uw commoditeitscontract heeft geen DEW-expositie heeft en dat u heeft geen mogelijkheden vandaag de dag om zo'n opportuniteit. U kunt met uw profiel een opportuniteit vinden, maar het zal een invloed hebben op uw leverancier, maar u zult niet betaald worden voor dat. Dus de eerste stap is misschien te discussiëren met uw leverancier erover, of door een derde partij die zal zo'n rol spelen. De werkingregels van ons systeem in België waren aangepast om zeker te zijn dat zo'n flexibiliteit zal een opbrengst aan jullie leden geven. Ook heeft Telia een groot initiatief gestart, dat is CCMD, Customer Centric Market Design. Dat is een nieuw design dat we willen duwen om zeker te zijn dat u in de toekomst u kunt zelf zo'n opbrengst krijgen. Ik hoop dat het een stuk duidelijk is. Voor de tweede vlak aan het in de blauwe. Het is vandaag de dag ook mogelijk om een rol te spelen in de bevoorradingszekerheid van ons land, maar binnen een dag, om zeker te zijn dat op Europees niveau de 50 R's is beschermd. Dat is wat we noemen de FCR, AFRR en MFRR product. Maar het betekent dat jullie flexibiliteiten moeten reageren binnen de, stel, 15 minuten of even korter. Hein? Iedere 5 of 10 minuten, dat moet uw flexibiliteit moet gestuurd worden met een andere profiel. Dat is een product voor de welk u waarschijnlijk al waren gecontacteerd door verschillende marktpartijen. Indien niet, te checken als uw flexibiliteit kan reageren binnen een dag. Het heeft ook een mooie waarde. En dus, hier, we praten over een flexibiliteit in megawatt en een keuze moet gemaakt worden tussen de eerste en de tweede strategie, partieel of volledig. En ik zal terugkomen nu op
de CRM, zoals uitgelegd door Yannick. Het is een Belgisch mechanisme, autoriteitsniveau, dus het is een federaal mechanisme. Die heeft een doel, het is de bevoorradingszekerheid. Zeker, we hebben een energietransitie die het gebeurt, maar het is geen per se rechtstreeks een groene mechanisme. Het is een bevoorradingszekerheidsmechanisme. En dus, het heeft, een doel is echt een upwards flexibiliteit te vinden. Dus er is een korting die is voorzien na 25, het jaar 2025, na kernuitstap. En dus we zoeken op een aantal upwards flexibiliteit. Dus het betekent een vermindering van uw consumptie of een verhoging van uw productie. Het is niet per se een verhoging van uw productie, omdat iedere productie die op site, lokaal niveau vandaag produceert, heeft al vandaag een grote rol voor onze bevoorradingszekerheid. En dus de Belgische mechanisme heeft tot doel dat zo'n productieeenheid zullen toch draaien en indien mogelijk volgend back draaien indien bevoorradingszekerheid problematisch moment. Dus je moet niet beschermen een aantal megawatt. Bijvoorbeeld een warmtekrachtkoppeling eenheid die draait 8000 uur per jaar aan zijn Pmax, dus zijn maximaal vermogen, kan zeker een plaats vinden in ons CRM. Wie kan deelnemen? Eerst en vooral, er is een wet, dus de CRM is een wet, er is een wet erover. En het start met jullie, met de netgebruikers. Op Elia-netwerk, op Fluvius-netwerk, iedere spanningsniveau kan deelnemen of moet deelnemen. Er zijn een aantal vereisten en verplichtingen in een wet. En hoe werkt het zo? Iedere jaar de minister van Energie, federaal niveau, vandaag Tine van der Straat, geeft eind maart een signaal om een veiling te organiseren door Elia. Dus Elia zal iedere jaar een veiling organiseren na maart. En dus de marktpartijen die zijn geïnteresseerd om een dossier in te dienen of moeten een dossier indienen voor de 15 juni, kunnen naar Elia of Fluvius. Het is zeker mogelijk om een contact te hebben met jullie netbeheerders. En we zullen samen een dossier klaarmaken voor de 15 juni. Het is een optie, dus het betekent dat u moet nooit naar de veiling gaan. Er is altijd een keus, maar zonder dossier die is ingediend voor de 15 juni, het kan niet geopend zijn voor de marktpartij. En dus ten laatste op de 30 september, in twee maanden vanaf nu, moet een bod ingediend worden of niet in de veiling. Wat moet geleverd worden? Dus er is een ondersteuning, Yannick uiteraard, maar wat moet geleverd worden? In feite, we zullen niks monitoreren elke dag. Dus het is echt tijdens een stroomproblematisch moment. En wat is een stroomproblematisch moment? Het is een dure prijsmoment in de DEUET. Dus de DEUET-marktprijs zijn gepubliceerd rond de middag elke dag voor de dag nadien. En dus zo'n megawatt moet geleverd of getoond worden de flexibiliteit dat waren verkocht, moeten getoond worden tijdens stroomproblematisch moment en dus zeer hoge prijsmoment enkel. En dus het is ook mogelijk dat sommige tests gebeuren met uw flexibiliteit om zeker te zijn dat u heeft iets verkocht die bestaat echt, omdat niet iedere dag een stroomproblematisch moment dag is. En dus u kunt ook zeggen, ja, maar oké, wat is de hoge prijsniveau? Het is nog niet bepaald, sorry. Het is een bepaling die zal gebeuren de jaar voor de leveringstermijn 25. En dus het zal gecalibreerd worden voor een 15 aantal moment per jaar. Dus 15 moment per jaar is ons inschatting van stroomproblematisch moment, hoogprijsbepaling. En dus u kunt voor de kleinere productieeenheid lokaal of afschakeling ook uw prijs zelf kiezen. Om zeker te zijn dat u zult ook geen verlies maken met
met je proces. Dus u heeft een prijs bepaald, 800 euro stelt, om te stoppen. En dus u kunt zelf bepalen de 800 euro als uw grens op de welke u zult uw megawatt activeren. En dus u zult niet geld verliezen. Voilà. Iedere megawatt heeft een toegevoegde waarde en daarom heeft het CRM een potentiële opbrengst voor jullie. Om een inschatting te geven van wat zijn de potentiële opbrengst, ik zal terugkomen op dat met een andere slide, maar het is toch een groot aantal geld. Hein? Dus voor de nieuw eenheden, de nieuwe flexibiliteit, de nieuwe productie-eenheden, de nieuwe lokale opslag bijvoorbeeld, het kan tot 86.000 euro, allez, 86.400 is in een ministerieel besluit beslist, iedere jaar, volgend jaar zal het nog aangepast worden, op basis van ontbrekend geld om een investering te plaatsen in ons netwerk. En dus iedere megawatt die is nog een nieuw megawatt, kan misschien het is uw prijsbepaling en kan vragen tot 86.000. Indien uw eenheden is al gebouwd, heeft geen capex om te investeren vandaag, het kan vragen tot 26.000. En dus, waarom zo'n splitsing? Omdat u moet aan de CREG, dus de Belgische regulator op Belgisch niveau, vragen om een meerdere jaar contract te krijgen om zeker te zijn dat u kunt de prijs bovenop de 26 vragen. En dus enkel de nieuwe flexibiliteit die hebben hun capex aan de CREG getoond. Elia is niet verantwoordelijk voor zo'n procedure investering dossier bij de CREG. Kan na goedkeuring van de CREG een hogere prijs. En dat is belangrijk, dat is een wat we noemen PS-bid mechanisme. Dus de bodprijs is gekozen door de marktpartij zelf in de veiling van de 30 september. Hier hebben wij twee voorbeelden gegeven van de specifieke vereisten die ik had uitgelegd. Dus u kunt een vaste ondersteuning vragen in ons CRM. Er is een voorbeeld hier over bijvoorbeeld een flexibiliteit van 20 megawatt, een huidige flexibiliteit van 20 megawatt, die kan maximaal 2 uur geactiveerd worden. Bijvoorbeeld een afnameafschakeling die heeft zijn eigen beperkingen. Met zeker uw proces first. En dus zo'n aantal 20 megawatt er is een reductiefactor per technologie. Dus het feit dat u heeft gekozen voor 2 uur maximaal per dag activatie heeft een invloed op de aantal megawatt dat kunnen verkocht worden. En dus bijvoorbeeld voor de 2 uur is daar rond de 30%. En dus de 20 megawatt maal 30% kunnen verkocht worden in het kader van het CRM. En het betekent dat een opbrengst op jaarbasis van 230.000 bijvoorbeeld is een inschatting dat kan genomen worden in de veiling. Voor de nieuwe projecten, de nieuwe eenheden, die kunnen naar de CREG-serie een meerdere jaar contract vragen. Ze kunnen meer dan een jaar vragen. En vandaar, na goedkeuring van de CREG, ze kunnen ook bovenop de 26.000. En dus hier, als we nemen het is toch trendy, opslagcapaciteit. Ze kunnen bijvoorbeeld een 4 uur capabiliteit hebben. Dus 20 megawatt 4 uur, 80 megawattuur opslag. En dat de CREG heeft goedgekeurd een investering van 8 jaar. Het is ofwel 1, 3, 8 of 15 jaar. U kunt later kiezen uzelf, 13 jaar, maar de CREG zal goedkeuren 15 of 8 jaar of 3 jaar. En die was goedgekeurd voor 8 jaren, maar een hogere prijs dan de 26.000. We praten toch op 8 jaar van een aantal 4 tot 5 miljoen euro. Dus het is geen klein geld. En het is echt de bedoeling ook om een signaal voor onze aangesloten marktpartij dat een investering in ons bevoorradingszekerheid kan. Dus de grote drie vragen dat je nu moet zelf stellen in je bedrijf. Ben ik geïnteresseerd in een vaste ondersteuning om mijn project te ondersteunen?
voor de meesten zal het een ja zeggen, vermoed ik. Kan uw flexibiliteit toch beschikbaar zijn op basis van prijs van ons systeem? Dus DE het marktprijs. Hè? Dus u moet toch reageren voor de dag nadien. Dus dat is de belangrijkste bericht, denk ik. En flexibiliteit moet getoond worden voor de dag nadien. Niet vroeger, niet later. En dat is meer voor ook een beetje, het heeft een invloed op de bevoorradingszekerheid, een positief invloed. Dus uw bedrijf zal een positief invloed hebben op onze bevoorradingszekerheid. En dat is een maatschappijsignaal ook te geven. Wat zijn de verschillende stappen? Dus de eerste is vandaag, of in de komende maanden, te starten een journey met ons of met uw netbeheerder, Fluvius of een andere. Vanaf nu tot en met Q2 volgend jaar, er is we zullen klaarmaken samen de verschillende opportuniteiten, de verschillende potentiële opbrengst. Elia kan zeker een extra uitleg geven op bepaalde dossiers. We zijn zeker neutraal en dus we zullen jullie helpen erover. Ook hebben we met onze aangesloten marktpartij sommige roadshows georganiseerd om zeker te zijn dat de verschillende topics zijn gezien. En dus volgend jaar is de laatste datum, de 15 juni, opnieuw. Dus iedere jaar, het is een wet. En dus u moet een dossier naar ons sturen. Er is een platform, een webpagina uiteraard. En ik zal u SPOC, single point of contact worden voor dat. Maar ook, u moet, indien jullie zijn geïnteresseerd om een meerdere jaar contract te krijgen, een dossier indienen bij de CREC. En dus dat is ook een belangrijk mijlpaal. Op de welke spijtig genoeg, we kunnen geen hulp geven. Hè. Dus, in september 2024 is de biddingfase, dus de bot kan ingediend worden in ons platform, zeker na goedkeuring van uw prekwalificatiedossier. Er zijn een aantal vereisten om een prekwalificatie te bereiken. Onder andere de CO2-uitstoten moeten niet bovenop de Europese threshold van 550 gram per kilowattuur. Dus dat is ook een belangrijk element om te zeggen dat evenals een flexibiliteit kan een toegevoegde waarde hebben, in de blauwe part geen ondersteuning kan gekregen worden vanaf het moment dat de CO2-uitstoot zijn bovenop een bepaalde grens. Er zijn een aantal vereisten. De 390 werkingregels pagina's zijn zeker met een aantal vereisten en ik zal proberen om het te samenvatten voor de grootste en belangrijkste elementen voor jullie indien noodzakelijk. En dus de veiling start op de 1 oktober met jullie bodden van de 30 september en dus de resultaten en de contract volgen. De betalingen zullen gekoppeld zijn aan de leveringsmaanden en nu per se aan de ondertekening van een contract. En ook een belangrijk vereist ook om te zeggen voor de bodden, het is voor het project belangrijk om een bouwvergunning te hebben. En dat is waarom ik praat van vandaag een journey te starten, omdat sommige projecten hebben een nood om zo'n signaal te krijgen vandaag om een bouwvergunning fase te starten met de omgevingsvergunning in Vlaanderen bijvoorbeeld. Dus ik ben key account manager, ik heb ook collega's die kunnen een hulp geven, misschien niet voor het CRM, maar voor andere flexibiliteit, valorisatie. En dus er zijn twee e-mailadressen hier beneden, maar ook jullie waren misschien in contact met verschillende wat we noemen aggregatoren, BSP, Balance Services Provider, die willen uw flexibiliteit, zal ik zeggen, overnemen. Ze zullen een kast bijvoorbeeld, een box plaatsen bij jullie, om zo'n beheren. Dus je moet niet per se alleen, u kunt een mandaat aan een derde partij geven
voor het CRM, voor flexibiliteit in het algemeen. En dat is iets voor de welke Elia kan u altijd een uitleg geven, maar u bent niet per se verplicht om rechtstreeks met Elia te contracteren. Dus, ik vind het altijd in een PowerPoint-presentatie belangrijk om te zeggen, maar ja, oké, goed, ik heb het begrepen, of niet? Ja, ik hoop begrepen. Maar hoe kan ik starten met wat is de volgende stap voor mij? En dus, ik kom terug aan mijn eerste slide, in de welke ik had uw profiel, een afnaamprofiel getoond. Ik vind het belangrijk dat jullie kunnen zelf identificeren of met een hulp van een derde partij, consultant of marktpartij die heeft een interesse in je flexibiliteit, om de verschillende processen te identificeren en in kaart misschien te brengen de verschillende beperkingen. U kunt misschien niet geactiveerd worden 20 keer per week of verschillende reactietermijn en verschillende elementen zo. Dus er is een beoordeling van jullie flexibiliteit dat moet in eerste instantie starten door jullie expert of door een derde partij, aggregator of balancing services provider. En Elia probeert om het te faciliteren met een platform. Het is What's Happening. What's Happening heeft tot doel dat vanaf het moment dat zo'n oefening gebeurt, dat u heeft een aantal lokaal productie-eenheid of projecten geïdentificeerd, dat u kunt in een webpagina een beetje simuleren de welke product dat ik had u getoond, kunnen de geschikt worden. En dus, u kunt ook, en dat is ook belangrijk, indien jullie zijn aangesloten op Fluvius Netwerk, netbeheerder, dus de DSO, DNB, verschillende goedkeuringen moeten ook gecheckt worden met de DNB. Dus iedere flexibiliteit op site heeft een toegevoegde waarde, maar dat moet, dat moet gecheckt worden door uw aansluitingscontract met uw netbeheerder. Voilà, ik weet niet, Yannick, als het was een stuk duidelijker, capaciteitsvergoedingmechanisme, capacity remuneration mechanisme. Dank je wel, Nicola, om klaarheid te brengen in een onderwerp dat technisch moeilijk is. En ik hoop tegelijkertijd dat we ook een aantal ondernemingen getriggerd hebben om hun assets in de toekomst op een flexibele manier in te zetten. Want uiteindelijk het energiesysteem van de toekomst zal flexibel moeten zijn. Dus hopelijk kunnen we daar ook een bijdrage toe leveren. Voordat we overgaan naar de vragen, heb ik er alvast eentje voor u. Stel dat een onderneming nu getriggerd is om aan de slag te gaan, aan welke legale verplichtingen moeten zij voldoen om een dossier in te dienen? Dus het wettelijk kader is een wet, er is een wet, een CRM. En in eerste instantie is de netgebruiker in de driver's seat. Dus hij heeft alle potentieel en verplichtingen. En dus het start met een verplichting. In het kader van het CRM, er is ook een verplichting voor iedere productie-eenheid, bestaande productie-eenheid die bestaat in ons netwerk of op Fluvius netwerk, mm-hmm. Orijs in Wallonia ook, om een dossier in te dienen bovenop de 1 megawatt. En dus jullie leden hadden waarschijnlijk ook een communicatie gekregen van Fluvius bijvoorbeeld, mm-hmm. Of van Elia erover. Dat stipuleert dat, bovenop de 1 megawatt na toepassing van uw reductiefactor, iedere technologie heeft zijn reductiefactor, moet een dossier ingediend worden. Dat is een heel licht dossier voor een verplichting. Het is een half uur werk max. Maar omdat er is een legale verplichting, dan moet een kataster zal getrokken worden van iedere productie-eenheid om zeker te zijn dat de kosten van de CRM is toch beperkt. Om zeker te zijn dat de aantal megawatt die aangekocht worden in de veiling beperkt zijn op basis van de informatie van zo'n kataster. U kunt ook uw verplichting met een proactief dossier, zoals gesproken vandaag. En zeker voor de marktpartijen die vallen niet onder een verplichting. Ze kunnen deelnemen vanaf het moment dat de 1 megawatt zijn bereikt. U kunt aggregeren verschillende sites, uiteraard. En dus voor uw vraag precies over de wettelijk kader, er is een wettelijk kader en de werkingregels die uitleggen de verschillende vereisten. Er is ook een aantal koninklijk besluit. Er is de startpunt, de ministerieel besluit. Maar in het algemeen,
We moeten checken voor iedere geval als het wat zijn de specifieke legale verplichtingen. Ja. Maar in grote lijnen een bouwvergunning te hebben voor de bieding, dat is een belangrijk. Okay. Een tweede is een bankgarantie te plaatsen. En u zult later betaald worden, ja, maar een bankgarantie te plaatsen om een competitie te vinden tussen een aantal megawatt. Die zullen toch beschikbaar zijn in de toekomst. En voor de legale vereist, het komt ook van Europese regels van CO2-uitstoot. Ik vind dat ook belangrijk om te zeggen, de CO2-uitstoot. Een laatste, maar echt belangrijk element. U kunt niet cumuleren voor de toekomstige jaren de grondstroomcertificaat of VKK-certificaat met een ondersteuningsmechanisme CRM. U moet kiezen tussen de twee. Dus stel dat jullie hebben nog vandaag de dag certificaten of VKK-certificaten. U moet eerst checken als het zal tot of niet 25, 26. Indien niet, u kunt erop starten in een CRM, een verlenging van uw eenheid bijvoorbeeld te voorzien. Of u kunt ook kiezen tussen de twee. Maar voilà, het is heel belangrijk, het is een vereist. Er is geen cumul tussen grondstroomcertificaat, VKK-certificaat en CRM-ondersteuning. Ja. Dankjewel Nicolas, zeer helder. Dan is ondertussen ook een vraag binnengelopen vanuit de chat. Wat is de omvang van de veiling? Is dat begrensd door een budget of een maximaal aantal megawatt dat men wil veilen? Ja, dus bedankt voor uw vraag. Eerst meneer De Neer. Dus zoals gezegd aan de start, er is een ministerieel besluit, iedere jaar, met een aantal parameters. Dus de aantal megawatt die zullen aangekocht worden in de veiling, iedere jaar zijn bepaald rond eind maart. Mm-hmm. Er is, zoals gezegd, ook een kadaster die is getrokken van de bestaande eenheid. Dus de cijfers van aangekochte volume zal ook afhankelijk zijn van de resultaat van de kadaster van de prekwalificatieprocedure. En dus het is echt een ministerieel besluit. Elia heeft ook een voorstel van zo'n volume iedere jaar aan de minister, aan de CREG. Die zal een voorstel naar de minister geven. En dus iedere jaar er is een oefening. Bijvoorbeeld in oktober bijvoorbeeld zal Elia bepalen een aantal cijfers dat hij zal verstellen aan de CREG voor de komende veiling van maart. Dus met een aantal pagina van uitleg, uiteraard, om te begrijpen wat zijn de assumpties. Ik hoop dat het antwoord. We hebben een tweede vraag. Ja. Wel, er is een tweede vraag binnengekomen, maar eerlijk gezegd is ze mij niet helemaal duidelijk. Dus mm-hmm. Misschien dat de heer Geert Lemmens nog kan verduidelijken. Ja, meneer Lemmens, ik veronderstel dat. Er is een startpunt, dat is de legale verplichting om een dossier in te dienen. Dus sommige marktpartijen hebben een verplichting om een dossier in te dienen, omdat ze hebben geen stroomcertificaat op de leveringsperiode en ook ze zijn bovenop de 1 megawatt na toepassing van een reductiefactor. En dus, er is een tweede stukje. Dus vanaf het moment dat er is een verplichting moet een dossier ingediend worden. Maar vanaf het moment dat een dossier is proactief ingediend voor de 15 juni, dat kan gestopt worden later. Dat kan zeker. Niemand moet een bod indienen. Het is altijd een keus. Maar een bod kan ingediend worden enkel als er een prekwalificatiedossier gebeurt voor de 15 juni. Om terug te komen op de verplichting zelf. Stel dat jullie hadden de verplichting van de NUET om een dossier in te dienen voor uw bijvoorbeeld productie-eenheid of opslagcapaciteit bovenop de 1 megawatt na toepassing van de reductiefactor, die was niet ondersteund, kan de FOT-economie een boet naar jullie sturen, maar die is te checken met de FOT-economie, Elia is niet verantwoordelijk. We proberen te mikken. Iedere marktpartij die heeft vandaag de dag een productie-eenheid en die kan vallen in zo'n geval bij Elia. Maar ook de DNB heeft verschillende publicaties gestuurd naar jullie leden, vermoed ik. Ja. Fluvius. Ja. Oké, dankjewel Nicolas.
Ik denk dat er nog een vraag gesteld wordt, maar misschien, ik heb er in tussentijd ook nog eentje voor u. We hebben in het begin van de presentatie gezegd dat het CRM-technologie neutraal is, ja. Maar tegelijkertijd ook een push wil zijn naar hernieuwbare energie. Hoe ziet u in de afgelopen veilingen de technologieën die werden ingediend? Ja, dus spijtig genoeg ken ik niet te ver in detail. Er is een competitie tussen marktpartijen in de komende veiling. Wat we hebben opgemerkt is dat flexibiliteit komt meer en meer van jullie processen, maar ook van opslagcapaciteit of lokale productie. Nee, dus het is een algemeen en brede antwoord, sorry op je vraag. Maar we zien meer en meer toch een interesse van jullie leden voor opslageenheden. Ja. Hernieuwbaar transitie kan enkel met flexibiliteit. En dat is belangrijk. We zien dat meer en meer dat sommige zonnepaneelinstallatie een grote rol spelen voor ons energietransitie, maar dat tegelijkertijd het moet komen met een flexibiliteitsbehoefte om het nood. Er is een nood in een aantal behoeften om het te beheren met bijvoorbeeld opslag of afname en cycling. Dus meer en meer, dat is al een technologie, niet enkel de productieeenheid. Ja. Wij krijgen relatief veel vragen van leden die met batterijen aan de slag willen gaan. Dat is zeer, zeer populair. Heeft u daar bepaalde good practices? Ja, dus opnieuw, de eerste vraag dat je moet jezelf stellen is, indien u heeft een kennis van de markt, van de techniciteit van een opslag, kunt u waarschijnlijk zelf een dossier indienen in het CRM of een flexibiliteit bieden dagelijks aan Elia. Mm-hmm. Indien niet, u moet misschien een derde partij vinden. Ik denk dat is belangrijk. Er zijn zoveel mogelijkheden met een opslag vandaag. U kunt uw piek afname verminderen. Het heeft ook een mooie invloed op uw factuur. U kunt zo'n rol spelen voor de bevoorradingszekerheid, maar u kunt ook uw commoditeitscontract beheren in een optimale manier. En dus ik vind het belangrijk om het te investigeren. Wat we hebben opgemerkt is dat het is een technologie die is wereldwijd aangevraagd. En zeker niet per se in België, het is overal. En dus, trendy topic, inderdaad. Oké, dan is er nog een vraag via de chat binnengekomen. Mm-hmm. Een productieeenheid indien groter dan 1 megawatt, maar geen flexibiliteit, moet deze niet-deelname ook officieel gemeld worden? Dus bedankt voor uw vraag. Inderdaad, een productieeenheid bovenop de 1 megawatt, even zonder flexibiliteit, stel dat jullie hebben een warmkrachtkoppeling voor de welke u heeft geen zicht op de profiel of geen zekerheid dat u zult draaien tijdens het stroomproblematisch moment, dan moet toch een dossier ingediend worden vanaf het moment dat de 1 megawatt is bereikt na toepassing van een reductiefactor. En dat is belangrijk misschien om terug te komen op de reductiefactor, omdat die zegt per technologie bepaald. De toegevoegde waarde aan de bevoorradingszekerheid voor een bepaalde technologie is op voorhand in hetzelfde ministerieel besluit gepubliceerd. En dus, ik zal u een voorbeeld geven, de onshore windmolen die zijn geplaatst bij sommige van jullie leden misschien, hebben een reductiefactor van 10%. Het betekent dat de geïnstalleerd capaciteit, vermogen, moet maal 10% per technologie. Hein. Dus stel dat jullie hebben 3 windmolen, het moet maal 3 zijn. En dus de 1 megawatt grens is niet per se de geïnstalleerd vermogen. Het is na toepassing van een reductiefactor. En dus de grens voor de 1 megawatt voor zo'n windmolen is 10 megawatt op zit geïnstalleerd capaciteit, bijvoorbeeld. Achterliggende productieeenheden. En dus. Inderdaad, vanaf het moment dat er zijn geen schoonstroomcertificaat op zo'n windmolen, voor de leveringsperiode moet een dossier ingediend worden. Maar het is heel licht en zonder verplichtingen. Later bedoel ik in de veiling. Ja? Dus voilà. Oké. Dankjewel, Nicola. Ik denk dat we ook geen vragen niet meer hebben in de chat. Dus dan zijn we bij het einde van onze webinar gekomen. Ik wil jullie hartelijk danken voor
uw aandacht en voor het stellen van de vragen. Normaal gezien ziet u ook nog onze contactgegevens op de laatste slide, dus aarzel ook niet om ons te contacteren, mochten er nog vragen zijn. Bedankt, Yannick. Dank u. Fijne dag, allemaal.